Sterrenkundigen van de Rijksuniversiteit Groningen hebben voor het eerst optimaal gebruik kunnen maken van hun nieuwste speelgoed, de supertelescoop LOFAR. LOFAR is een revolutionaire radiotelescoop die uit duizenden kleine antennes bestaat, verspreid over heel Noord-Nederland. De antennes zijn gekoppeld aan een supercomputer die op het Cernicum-complex staat. Sinds kort is de telescoop uitgebreid met 40 LOFAR-stations in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Met de ingebruikname van de stations in naburige landen strekt LOFAR zich uit over een afstand van meer dan 1000 kilometer. De radiotelescoop is daarmee nu de grootste ter wereld en zeer interessant voor sterrenkundigen. Eigenlijk is het natuurlijk het is een kinderdroom. Natuurlijk. Ik bedoel, ik ben hier zelf als sterrenkundige zes jaar geleden begonnen. En toen stond LOFAR natuurlijk nog in de, in de kinderschoenen. Er was nog helemaal niks, alle velden waren nog leeg. Het is allemaal nieuw. Dit is nog nooit eerder gedaan. We gaan veel dieper kijken we in de hemel. We hebben hogere resolutie. Um, dus ja, het is allemaal nieuw voor ons en eigenlijk heel, heel spannend. De telescoop kan verder en scherper kijken dan ooit tevoren. En je kunt dus eigenlijk diezelfde objecten zien die we, die we vroeger uh, ook zagen, maar je ziet ze veel scherper. Dus het is als het ware dat we nu uh, met een, een bril kijken en, uh, en, en vroeger zonder bril. Dan is alles een beetje onscherp. En nu is alles veel scherper, dus je kunt veel meer details zien aan de, aan de hemel. Dus bepaalde objecten die je eigenlijk met uh, ja, minder resolutie, noemen we dat, niet kunt bestuderen, kun je nu wel bestuderen. De Groningse sterrenkundigen willen met de telescoop meer te weten komen over het ontstaan van het heelal. De eerste sterrenstelsels, wat gebeurde er nou eigenlijk? En dat noemen we, ja, hebben we tot nu toe eigenlijk de dark ages genoemd, de, ja, de middeleeuwen als het ware van de sterrenkunde We wisten er helemaal niks van, we denken dat er niet zoveel gebeurde, maar eigenlijk is het een hele belangrijke periode... Maar ook ontzettend moeilijk om het te kunnen zien. En goed, LOVA is nu groot genoeg en heeft genoeg wat we noemen ja, oppervlakte om genoeg straling op te vangen om die processen in kaart te kunnen brengen. De universiteit gaat wereldwijd voorop in dit type onderzoek. Eigenlijk uh, lopen wij voor ten opzichte van de rest van de wereld. Niet alleen qua ja, telescoop, maar ook qua rekenkracht die we nu uh, hebben om deze data te verwerken. Dus in dat, wat dat betreft, uh, ja, leiden wij hier in, in, in de wereld in, in dit uh, specifieke project. Maar het moet natuurlijk nog wel even gedaan worden in de komende jaren. Dus wij blijven natuurlijk op uh, continu bezig om ook ja, vooraan te blijven. Lovar zal zeker tot 2018 de grootste in zijn soort blijven.